Nou, een hele goede middag. Ik ben terug in Chiang Mai. Ik heb geen problemen met de bus gehad op de terugweg, dus dat is heel fijn. En ik verblijf nu even een nachtje in een appartementje. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Nou, dit is de keuken en dit is de reden waarom ik dit appartement heb gehuurd. Want ik moet echt even een was draaien. Nou, voor een prachtig ontbijt voor één, maar voor twee gedekt. Dat is het Shangri-La Hotel, geloof ik. En er zijn hier allemaal appartementencomplexen. En er zou volgens mij een infinity pool op het dak van dit gebouw moeten zitten. Want dat zwembad wat je daaronder ziet, dat hoort niet bij dit gebouw. Daar ga ik straks eens even naar kijken. Bij een vegetarisch restaurant wat niet vegetarisch was. Maar goed, ze hadden wel veel vegetarische gerechten. En ik had een Indiaas gerecht. Was echt super chill. En ik heb wat boodschappen gehaald. Want morgen ga ik met een minivan naar een klooster. Dat ligt nog boven Pai. Het ligt in de Mehongsong Loop. En ik ga daar een paar dagen heen om een soort van meditatie te leren. Hashtag experience. Dit wil ik wel trouwens, ik klink nu heel onenthousiast. Ik heb even wat proviand ingeslagen voor de busreis morgen. Want dat is ongeveer 5 uur, geloof ik. En ik heb ontbijt nodig. En ik kan hier gewoon ontbijten. Dus ik heb het gewoon allemaal even gehaald bij de 7-Eleven. Dus ik heb voor het ontbijt yoghurt met muesli en een banaan. En dit is dan, ja, ze hebben niet echt gezonde broodjes bij de 7-Eleven. Ik heb weer die klep chocoladebroodjes gekocht, want geloof het of niet, ze zijn best lekker. Gezond is anders, maar ze zijn wel lekker. Ik heb wat amandelen gekocht, want ik dacht, dan heb ik in ieder geval nog iets wat gezond is. Een blikje Cola Light. En koekjes. En ik ga dit zeker niet allemaal opeten morgen in de bus. Maar bij dat klooster krijg je alleen ontbijt en lunch. En ik dacht, het kan echt geen kwaad om stiekem wat koekjes in mijn tas te hebben. Voor het geval ik honger krijg. Ja, dit is misschien niet de meest vullende optie. Maar ja, daar gaan we het mee doen. Dus, dat is het. Oh ja, en ik heb muggenspray gekocht. Want die is hier echt wel nodig. En mijn muggenspray is op. En ik had eerst een roze flesje. Maar daar bleek 12% date in te zitten. En deze heeft, ik weet niet of het te lezen valt, 20% date. Dus hopelijk krijg ik nu geen muggenbulten meer. Want ik ben toch best wel een paar keer gestoken met die roze spray. En het is nu like 6 uur 's avonds. Ik heb best wel vroeg avond gegeten omdat ik niet geluncht had. Dus ik heb het soort van uitgesteld tot een enigszins normaal tijdstip. Nou ja, 4:30 is niet echt een normaal tijdstip, maar goed. Dus ik blijf nu lekker hier op de kamer en ik heb een was gedaan die hier buiten hangt. Kan je het zien? Ja, nou, een soort van. Nee, wacht, ik laat even. Daar hangt het. Dat is mijn was. Dus ik hoop dat dat op tijd droogt. Anders dan moet ik morgenochtend met een föhn mijn kleding gaan drogen of zo. Het is 4:15 'smiddags. Ik ben bijna aangekomen bij de tempel. Ik moet eerst nog een stukje lopen, maar dat wist ik al van tevoren.
En toen ik hier aankwam, ik ben even gaan zitten omdat ik eerst even mijn banaan wilde eten. Want ik krijg geen avondeten meer. Dus ik dacht, sneaky nog even voordat ik daar naar binnen ga. Maar er kwam een backpacker aanlopen vanaf het klooster, zeg maar, waar ik afgezet werd. Dus ik heb heel even kort met haar gebabbeld en ze vond het echt fantastisch. En, dus ik ben heel benieuwd. Ja, here goes. De rit hierheen was trouwens echt prima. Het is zeg maar de rit naar Pai, maar dan nog verder. Het is officieel de bus naar Mae Hong Son. Ik hoop dat ik het goed zeg. En dat zijn meer dan 300 bochten, geloof ik. Dus ik had van tevoren een reispilletje ingenomen en ik heb echt geen problemen gehad. De dag begon wel een beetje vervelend. Nou, het was echt 1 minuut en toen was ik er alweer overheen, want er was niks aan de hand gelukkig. Maar toen ik de taxi uitstapte bij het busstation, toen was er een tuk-tuk die zeg maar om de taxi heen reed. En die reed heerlijk over mijn hiel heen. En die bleef daar ook op staan, omdat ik heel hard au zei. Maar goed, ik heb niks. Niet eens zeg maar geschaafde huid of zo. Ik had gelukkig mijn gimpen aan. Dus ik ben helemaal in orde. Maar goed, er is een tuk-tuk over mijn hiel heen gereden. Dat kan ik dan ook weer zeggen. De tempel waar ik heen ga is de Watpa Tamwa. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, ik ga nu mijn backpack klaarmaken en dan ga ik wandelen. Het is geloof ik 1 kwartiertje of 20 minuten wandelen. Dus dat wordt een lekkere trek met mijn backpack, maar dat komt wel goed. Het is zo mooi hier. Kijk nou naar de bergen. Vanuit het klooster. Dit is mijn eerste volle dag hier. Nou, wat kan ik vertellen? Ik heb nu een private kuti gekregen. Dus ik heb gisteravond in een slaapzaal geslapen. En ik moet zeggen, ik heb niet heel veel last gehad van omgevingsgeluid. Ik heb natuurlijk ook in hostels geslapen de afgelopen weken. Of nou, dat is overdreven. Ik heb in een hostel geslapen. En ik ga nog in meer hostels slapen. En daarvan is het niet heel anders eigenlijk. Ja, het is natuurlijk meer basic, maar het is niet heel anders. Maar het was koud. Ik ben rond 1 uurtje of 1 s'nachts wakker geworden omdat ik het koud had. Toen heb ik een trui aangedaan en mezelf soort van een beetje verder ingestopt in een deken. En daarna ben ik eigenlijk iedere keer even in slaap gevallen en weer wakker geworden van de kou. Het is hier ongeveer 16 graden s'nachts. En nou ja, je kan je voorstellen dat dat met alleen een vliesdekentje, wat ik... Ik heb nu 2 dekens, want ik dacht ik moet voorbereid zijn op de volgende nacht. Maar ik had 1 vliesdekentje en daar sliep ik onder. En het matras is ook nou echt 1 centimeter dik of zo. Dus dat zorgt ook niet voor heel veel isolatie aan de onderkant. Om 6:30 ochtends is er een rijstoffering aan de monniken. En dan gaan alle vrouwen op een rij zitten en alle mannen aan de overkant op een rij zitten. En dan komen de monniken. Voor zover ik kan zien, zijn er hier in totaal 6 monniken aanwezig. Die komen dan met een schaal komen ze langs je lopen. En je krijgt een bordje met rijst. En dan geef je hun allemaal een schepje rijst. Je bord moet ook op 1 rij. Het moet heel, heel netjes allemaal. En nou, dan krijg je zelf ontbijt. Ik moet zeggen, het eten hier is echt heel erg goed. Ik heb meer fruit en groenten hier tot mijn beschikking dan de afgelopen weken. Alleen, ja, het is wel rijst met groenten voor het ontbijt. Dus dat is even schakelen. Maar ik moet zeggen dat het best oké ging. Ik heb netjes mijn bordje leeg gegeten. Ik heb echt mijn best gedaan om een soort van eten naar binnen te werken bij de lunch. Omdat ik dus weet dat ik geen avondeten krijg. Er staat wel de hele dag zowel drinkwater als kokend water om koffie, chocolademelk of thee mee te maken. Dus dat zal de honger een beetje stillen vanavond. Maar goed, ik heb nog steeds stiekem een rolletje koekjes in mijn tas. Overigens heb ik niet het idee dat het hier echt verboden is om na de lunch te eten. Want ik zag ook gisteravond iemand gewoon fruit eten. Gewoon in de openbare ruimte. Dus ik denk niet dat het verboden is. Ik denk dat het meer is dat zij het je niet geven. Dat wetende had ik misschien nog iets meer meegenomen. Zodat ik gewoon iedere avond
wat kon eten zonder dat ik nu een beetje moet rantsoeneren. Is dat een Nederlands woord? Volgens mij wel. Je hebt een soort van 3 vaste meditatiemomenten in de ochtend, de middag en de avond. Er zit ook een teaching bij, maar ik moet zeggen, de teaching in de ochtend ging echt helemaal nergens over. De teaching in de middag was iets meer informatie. Maar je mediteert denk ik bij elkaar opgeteld zo'n 5 uur per dag in groepsvorm. En ze moedigen aan om dan tussendoor ook nog te mediteren. Ik vond het voor mijn eerste dag wel even goed. Misschien dat ik het morgen of overmorgen even uit ga proberen. 'S Ochtends en 's middags heb je een meditatie die is opgemaakt uit... Je krijgt een stukje informatie. En dan heb je een walking meditation, een sitting meditation en een lying down meditation. Ik heb al mensen horen snurken bij de lying down meditation. Ik moet zeggen dat ik bij het liggen niet zo'n probleem heb gehad. Maar bij het zitten heb ik af en toe zo'n momentje gehad. Zo'n knikkebol momentje. Ik weet niet of dat komt omdat ik slecht geslapen heb of omdat blijkt dat meditatie de perfecte manier is om in slaap te komen voor mij. Mocht ik niks opsteken van het hele avontuur, weet ik dat in ieder geval. De avondmeditatie is wat minder mijn ding, want ik heb gisteren de avondmeditatie al meegedaan. En de avondmeditatie is eigenlijk eerst 3 kwartier chanting. Dus je krijgt een boek en daarin staat Balinees, Thais en Engels. En dat chant je dan op een soort melodie die de monnik aanhoudt. Ja, dat is leuk voor een kwartier, maar dan houdt het ook wel op. Maar goed, dat duurt 3 kwartier of 1 uur. Ik weet het niet, gisteren was het 3 kwartier. Want ja, ik heb op de klok gekeken. You bet you I watched the clock. En daarna gewoon weer meditatie. Nou goed, anyway, het mediteren gaat me best aardig af. Ik raak wel heel snel afgeleid, maar dat had ik ook verwacht, dus dat hoort er ook een beetje bij. Maar qua geduld en zo gaat het nog best goed eigenlijk. Want ik had een beetje de angst dat ik hier zou komen en na de eerste 2 meditaties echt zou denken, oh mijn god, haal me hier weg. Maar dat is helemaal niet het geval. En ik ben heel blij dat ik nu een private cootie heb, want dan kan ik me ook gewoon even een beetje terugtrekken. Ik heb mijn eigen wc en douche nu, dus dan hoef ik niet het... dat gevoel te hebben als ik onder de douche zou gaan. Wat ik nog niet gedaan heb overigens. Dat ga ik vanavond doen, want ik heb nu lekker mijn eigen douche. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik kan vertellen tot nu toe. Ik ga jullie even mijn private cootie laten zien. En het uitzicht, de omgeving hier is echt prachtig. Kan niet anders zeggen. Nou, dus dit is mijn zeer basic bed. Ja, dit is het. Het is gewoon een houten hutje. Ik heb zo'n ding naar boven en ramen die nu dicht zitten. Nou ja, dit is dan de badkamer met de douche. En het is natuurlijk super basic. Het is niks in vergelijking met een hotel. Maar je hebt geen idee hoe blij ik ben dat ik nu in ieder geval mijn eigen douche heb. Met mijn eigen vloer die ik vies maak. In plaats van dat het andere mensen hun moddervoeten zijn. Nou, en dan gaan we even naar buiten. Kijk, hier kan je een beetje zien hoe zo'n hutje eruit ziet. Wacht, ik laat het wel gewoon vanaf buiten zien. Dus zo zien de huisjes eruit. Ik zit in huisje nummer 18. En dit is het uitzicht. Ja, hallo, vanaf mijn bed. We hebben nu even een uurtje zelf tijd. Het is nu 5 uur 's middags. Maar ik ben dus ergens achter gekomen waar ik echt vet blij mee ben. Ik denk niet dat ik er super veel gebruik van ga maken, maar misschien wel een keertje. Want, wat blijkt nou? Op het einde van de tempelgrond, zeg maar, want het is een heel groot stuk land, daar zit zogenaamd een koffieshop. Wat eigenlijk gewoon een soort klein winkeltje is waar je iets anders dan oploskoffie kan krijgen. Maar daar hebben ze dus ook allemaal eten. Ze hadden like chips en koekjes en hot, van die noedels waar je heet water bij moet doen en zo. En fruit. Niet veel. Ze hadden mandarijn en bananen. Maar goed, ze hadden fruit. Dus ik ben vet blij. Want nu hoef ik niet bang te zijn dat ik honger krijg. En ik weet dat het zeg maar een luxe probleem is. En dat er heel veel mensen zijn in de wereld die honger lijden. Maar ervoor kiezen om honger te lijden, dat vind ik toch net even een ander ding. En
het is niet mijn ding, in ieder geval. Laat ik het zo zeggen, ik ben opgevoed door een moeder die toen ze hoorde dat ik alleen maar ontbijt en middageten zou krijgen, zei, nou, als ik jou was, zou ik maar een paar flinke rollen koekjes in je tas stoppen. Het is 5:15 ochtends, 13 graden, tijd voor dag 2. Zojuist mijn voet gelikt en ik wist niet of ik het leuk moest vinden of bang moest zijn. Maar goed, nou, ik ben nu toch even tegen de camera aan het praten. Dag 2. Ochtendmeditatie ging niet zo best, maar dat was eigenlijk een beetje by choice. Want ik wilde gewoon even een soort van omgeving in me opnemen tijdens de lopende meditatie en überhaupt gewoon even de ervaring in me opnemen. Dus ik heb niet heel hard mijn best gedaan om goed te mediteren. Middagmeditatie ging goed. Of nou ja, goed. Hè? Goed genoeg. Ik denk dat ik op zich wel oké zou zijn met 2 dagen. Maar ik wil mezelf uitdagen. Dus ik blijf nog een dag. Dat was al de planning trouwens. Maar ik doe het vooral voor de ervaring. En niet per se om nou een soort van master meditator te worden. Dus... In dat opzicht zou ik op zich hier wel kunnen stoppen. Maar ik vind het leuk om mezelf een beetje uit te dagen. En tot dusver is mijn geduld op zich nog steeds best oké. Ja, dat chanten, dat blijft gewoon een ding. Maar ik heb met best wel wat mensen gepraat die hier ook zijn. En die hebben eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Met dat chanten. Dus ik weet in ieder geval dat ik niet alleen ben. Ik zeg toeloe, op naar dag 3. Oh, nee, ik had nog een heel grappig verhaal. Gisteravond, soms na de meditaties is er zeg maar ruimte voor vragen. En de abbot, of de hoofdmonnik, die bleef zitten. En er gingen wat Thaise mensen bij hem zitten. Dus ik dacht, oh, we mogen vragen stellen. En ik had wel een vraag. Dus ik ging erbij zitten, maar het was niet het vragenrondje. Het was het... We nemen een eet af rondje. Dus ik zat ernaast. Terwijl al die mensen iets in het Thais herhaalden wat hij zei. En ik deed maar alsof ik heel geduldig en begripvol was over wat er gebeurde. Maar in ieder geval, daarna begon die man dus tegen me te praten. En toen vroeg hij, waar kom je vandaan? Lalala. Dus ik zei, ja, ik kom uit Nederland. En toen zei hij, oh, you have beautiful nose. En hij bleef maar zo, beautiful nose. En toen zat er een Thais meisje naast me. En die zat zo heel instemmend mee te knikken. En toen vroeg ze aan me, your nose is natural? Oftewel, mijn neus is zo perfect dat ze denken dat ik een nosejob heb gehad. Maar nee, zo ben ik geboren. Dankjewel, pap en mam. Ik heb ze nog het woord wipneus proberen uit te leggen. Die kwam volgens mij niet helemaal over. Maar ze konden er wel om lachen, gelukkig. Maar... Laten we eerlijk zijn, ze lachen hier overal om.
Dus zo grappig was het nou ook weer niet. Goedemorgen. Zo, ik zie er echt lekker uit. Het is 6:00. Het is weer fucking freezing. En vandaag is de laatste volle dag in het klooster. En ik ga vandaag wat dingetjes filmen. Zodat jullie het kunnen zien. En zodat ik het op beeld heb. Het is niet ongepast. Anders zou ik het niet doen. Ze hebben zelfs bij de introductie gezegd van het is prima als je foto's of filmpjes wil maken. Doe het een beetje discreet, maar het is geen probleem. Dus ik heb al heel veel mensen zien filmen en foto's zien maken en zo. Dus, maar goed, ik heb het even uitgesteld tot de laatste dag. Omdat ik niet altijd bezig wilde zijn met filmen. Want dat is niet waarvoor ik hier ben. Oh, jezus. Top video dit. Ik weet het niet meer. Daar ben ik klaar voor. Doei. Ik dacht dus gisteren al wat te horen toen ik in bed lag, maar ik denk dat er een vogel hier even aan de gang is geweest op mijn balkonnetje. Er ligt ineens allemaal eten en zaden en zo. Heel apart. วันต่อไปเป็นเวลาฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน